Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ga even kijken en voor een andere jasje voor vandaag. Yep, en dat moet ook even gebeuren, want anders is het veel te heet. Dat willen we ook niet. Dus ik ga gewoon even kijken en ik zou zeggen heel veel kijkplezier. Goedemorgen allemaal, welkom dat jullie er weer zijn. Ja, loop lekker buiten. Ja, waar is Ro? Ro, hi! Hi! Daar staat hij. Hé, hey, daar hadden we de bezoek. Ja. Ja, gezellig. Gezellig. Zo, toch eens een keertje bij. Zo, oké. Ja, goed zo, kom maar. Dat heb je ook nog niet eerder gedaan. Nee. Nee, zo. Lekker deze kant, dame. Schatje. Kom maar. Ja, we lopen dus buiten, wat jullie wel kunnen zien. Lekker met de hondjes. Het is nou nog lekker niet zo warm als gistermiddag. Dus even kijken hoe het warm wordt. Maar sowieso eventjes vanmiddag een hele kleine rondje. Gewoon even plasje poepje doen en dan weer lekker naar binnen. Voor de warmte voor de hondjes. Gewoon even een kleine rondje. En dan nu eventjes een lekkere grote blok. Het is nou net dat ik de camera aandeed. Was het 13 over 9, dus het zal nu wel 14 over 9 zijn ongeveer. Dus ja, we gaan zo meteen weer even lekker molot in. En dan kunnen de hondjes even los. Max doen we nog even niet, omdat we nu even moeten kijken of er geen veetje is. Maar dat moeten we ook gewoon even aanleren. Dus dat komt ook helemaal dik in orde. Ik zeg tot zo meteen. Dat heet pijn in je rug hebben. Ja, als ik dus van de week door mijn rug heen ben gegaan. Dan is het heel moeilijk om te lopen, te bukken, dingen op te pakken. Ja, allemaal. Ja. Ik had eerst een zooikoorts, toen een verkouden en toen dus en door mijn rug heen. Ja, dus, ja, en dan gaat het ook lopen wat moeilijker, je schoenen aantrekken wat moeilijker. Ja, alles gaat wat moeilijker. Maar oké, we komen er wel. Ja, en vanmiddag weer even Ro helpen met zijn post. Jappie! Gezellig. Ja. Dus, het is mooi weer. Het is nu al 22 graden. Het is nu bijna 11:30. Dus dan ga ik er zo meteen weer lekker vandoor om naar school te gaan. Ja. Dus dat wordt ook weer gezellig. En dit is weer de laatste dag voor het weekend. En dan is het weekend weer vrij. En dan is het weer maandag weer naar school. Yes. Ik heb er weer zin in. Op maandag. Ik wel. Dus. Ik neem jullie gewoon gezellig mee, waarschijnlijk met postlopen. Het is nu net 5 over 6. Ik ben nu net thuis en van het helpen van Ro, maar ik heb onwijs veel pijn in mijn rug. Dus ik ga nu even lekker rust op bed. En dan zien jullie zo meteen Roderick wel of zo verschijnen. Zo, het is een beetje donker, ik weet het. Joehoe. Een klein beetje. Ja. Nou, ik krijg een gratis voetmassage. Zo gratis is het ook weer niet. Nee. Nee. Jammer. Is nou achter jou, bij dat dingetje. Ja. Die kan je beter even aandoen. Ja. Ja, lukt dat? Doe ik het even zo. Dan die uit. Die aan. Eerst die aan. Zo. Ja. Ja. Deze. Ja. Ja, dan zie ik je beter. En met vloggelen. En met vloggelen. Ja, hoop ik. Hoop je dat? Ja, nu wel. Waarom hoop je dat? Gewoon omdat ik dat leuk vind. Ja, als ik dat niet leuk vind. Als ik niet op het vlog wil, dan wel. Nou, dan niet. Dan doe ik het lekker zelf. Kijk. Speedy. Speedo. Kiekeboe. Dat was dat wel. Ach, nou niet meer. Kijk, dat is leuk. Kun je hier tegen? Ja, blijkbaar wel.
Nou, ik heb Roderick dus weer, wat ik al eerder zei vanavond, geholpen met zijn polhorst. Ja, gezellig. Alleen ik kon niet zo snel lopen, hè Ro? Nee. Nee, want waarom niet? Je was door je rug gegaan volgens mij. Ik heb toch een spit nu, zo heet dat toch? Ja, spit heb jij. Ja. In je rug. En wat houdt dat in? Dat is een spier aan de muur, dacht ik. Ja. Waarbij dus de lage rug geraakt wordt. En daar komen scheurtjes in. Scheurtjes ergens in, ja. Ja, en dat duurt 6 weken dat het weer goed hersteld is. Hersteld is, dan kan je weer normaal doen. Maar, dus ik ben even 6 weken bezig, joehoe. Iedere stap die je zet, dat voel je behoorlijk, ja. Ja. Op een niet goede manier. Nee. Je kan niet liggen, je kan niet zitten, je kan niet staan, je kan niet lopen, je kan niet springen, dansen, etc. Allemaal niet. Maar dat doet pijn. Ja. En dan is een voetmassage wel erg lekker. Hij doet ook lekker. En vooral als hij aan mijn tenen gaat trekken. Ik dat niet af. Nee, het is een beetje draaien. En trekken. Draaien. Trekken. Draaien. En een beetje trekken. Duwen. Draaien. Trekken. Een beetje draaien. En trekken. Waar heb je dat geleerd? Van plexus. Oké. Vooral tijdens examens. Nee, dat ging even namelijk in mijn rug daarom. Oké. Pleegzus, die had vooral tijdens examens wat last van stress. Dus die had behoorlijke staalkabels in de rug zitten. Ja. Dus met masseren kwam het weer wat losser. Ja. Op een bepaald moment komt ze daarmee aan zitten van, kun je dat eens doen? Nou. Dus toen deed ze het voordeel. Nee, wat is dat voor een raar gevoel? Het is wel lekker, maar heel raar. Een rare gewaarwording. Mm-hmm. Maar hoe vind jij je nieuwe postwijk? Nou, dat is een interessante wijk. Het is alleen nog even wennen, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Dat is lekker druk, hè? School, postwijk. Postwijk, andere postwijk. Al postwijk. Ja. Ja, zo heb je maar werk voor 9 dagen in de week. Dat is mooi, toch? Ja. Inclusief overlappingen. Ja, precies. En dan helpt je meisje je ook nog. Dus ja. Dat wel. Is ook wel lekker. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan had je ook nog een vergadering vanavond. Ook nog, ja. ALV. De wat? Een ALV. Algemene ledenvergadering. Algemene ledenvergadering. Yep. Ja. Grote financiële instelling in de stad. In de stad nog wel. Deze stad hier. Grote financiële instelling. Annex verzekeraar, weet ik het. Mooi. Die faciliteerde dat. Dus dat is wel mooi. Dat is heel mooi. En na afloop was er nog een borrel. Een afloop nog wel? Ja. Met wat voor en voor drank? Met bubbeltjes. Anders borrelt het niet. Ja, en ik droog ook uit. Je droog uit. Ik heb niks staan hier. Je hebt dingen staan hier allemaal. Ja, koekjes, maar daar kan ik niet op teren qua vocht innemen. Je kan een bestelling plaatsen. Dan wil ik wijn. Dan wil ik wijn. Dan wil ik wijn. Wat ik allemaal niet in de koelkast heb staan. Dus scheelt weer. Ja, oké. Dan kijk ik de volgende keer als je naar de supermarkt gaat, kun je dat halen. Ja, precies. Je hebt nu vast besteld bezig. Ja, daarom. Dus ja. En toen komt er nog zo. Het is donker hierheen. Kan dan niet. De praktijk. Hele duistere praktijk. Duistere praktijk is niet goed. Hè. Nee. Helemaal niet goed. Voeten ook niet goed. Veel te stijf. Ja, precies. Maar beter amputeren en kunstvoeten neermaken. Scheelt ook weer in massage, scheelt weer tijd, scheelt weer geld. Allemaal goed voor iedereen. En dat scheelt weer een invalide hulpmiddel. Ja, en je hoeft ook geen schoenen meer te kopen, scheelt ook weer geld. Nou, nee.
wil wel kunnen lopen hoor. Ja, je mag kunstvoeten lopen. Met kunstschoenen aan. Dat is handig. Ja, maar wat denk je? Hoeveel dat kost? Kost eenmalig geld. Verder niet meer. Ja, ik vind het goed met jou. Dat is handig. Ja, als jij dat vindt. Ja. Moet je lekker zelf weten. Dan kan je voeten nog iets langer maken. Dan ben je nog meteen wat langer. Dus je BMI neemt af. Ook weer goed voor de economie. Nou, je gaat een geheim boek nadoen. Aha. Ah. Welkom bij de geheim boek. Ja. We hebben vandaag speciaal in de studio Martin. Ja. Hallo Martin. Ja, het is niet Martin, maar het is Martin. Martin. Nou, dan weet jij dat. Het is Martin. En we gaan het vandaag hebben over jouw voeten. Die zijn behoorlijk stevig. Maar ze zijn ook niet helemaal goed daarin, weet je wel. Die voeten, die zitten aan die benen, ja. Maar daar staat te veel gewicht op die benen, ja. En dan moet dan af en toe eventjes daar gekneed worden. Zodat die voeten weer kunnen lopen, ja. Grap je dan? Wat zit je nou weer raar weg te trekken? Dat is niet goed, hè. Waar zit jij nou even te kijken? Dit is gewoon de voeten. Zo, dat was eventjes een kleine selectie van het geheime hoek. Wil je nou meer weten? Kijk dan even hieronder. Dat is het YouTube-link van de mister, de request die hier al net aan het woord was. Ja. Ja. Ik zou zeggen, gewoon gaan kijken. Want dan kan je lachen, gieren en brullen. Ja. Dat is een klein impressie. En ik zal hem ook een beetje klein impressie hier al in doen. In mijn YouTube kanaal. Ja. Kunnen jullie ook weer lachen, gieren en brullen? Ja. Leuk. Geweldig. Dus ik zou zeggen, gewoon kijken. En abonneer ook even op zijn kanaal, hè. Dan, ja. Helemaal top. Blauw vast een blauw duimpje omhoog. Zou ik heel leuk vinden. Abonneren. Hieronder, rode knop, het is gratis, ook dat nog. Ja, leuke reactie. Ja, want anders krijgen we weer een ruzie van de Mr. Request vanzelf. Ja, daar gaan we het volgende week even over hebben bij het geheime hoek. YouTube, ja. Hoe je dan weer meer volgers gaat krijgen en meer abonnees. Ja, en wat daar misschien het verschil van is. Dat is leuk. Dus dan zal ik eventjes aan een Mr. Request vragen als die er weer is. Dus ik zou zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En jullie checken mij weer later. Doei! Mazzel!